Een prachtig verlichte grote markt van Brussel. Een zwoele zomeravond. En dan Helmut Lotti, die de ene popclassic na de andere zingt. Dat muziekconcert kan u straks meebeleven over een goed uur. Volgende week is Fear Factor al aan de laatste aflevering toe. Maar ook vandaag worden er nog 6 bekende Vlamingen uitgestuurd naar Buenos Aires. Waaronder ook ex-misbruikster Tanya Dexter, die met haar hobby basejumper toch de naam heeft weinig of geen angst te kennen. Benieuwd of ze die reputatie kan hooghouden in Fear Factor. Wint de Q-vluchteling en wint op 25.000 euro. De stunts in Fear Factor zijn uitgewerkt door professionele stuntlui. Ze zijn gevaarlijk, levensgevaarlijk. Doe dit nooit zelf. Waar dan ook, wanneer dan ook. Buenos días, Buenos Aires. Hoy es un día frío en la ciudad, pero no para seis flamencos. Para ellos va a ser un día muy caliente, pues ellos son participantes de Fear Factor. Welkom in Buenos Aires, de stad van het voetbal en de tango. Vandaag gaan weer 6 bekende Vlamingen enkele passes in het ongewisse zetten en hun diepste angsten proberen te tackelen. Want dit is Fear Factor. Ik hou enorm van competitie. Ik heb altijd gehad van kleins af aan. Ik denk dat ik wel vrij veel kan. Denk ik, hè. Ik zou graag volgende week naar huis gaan en tegen mijn vriendin zeggen van nee schat, het waren ongelooflijke moeilijke proeven, maar dat we allemaal gedaan hebben, maar ik ben gewonnen. Dus natuurlijk wil ik graag winnen. Mij vraagt om een uitdaging aan te gaan, dan ben ik altijd een van de eerste om dat te doen. Ik vind het wel leuk dat mensen mij bekijken als een madame die wel veel durft. Dat is ook wel een beetje mijn imago. Maar ik zeg het, het blijft voor mij een uitdaging. Mezelf ook leren kennen in die angsten, als er zijn. Spelen, Fear Factor, en ik ervaar het niet als een wedstrijd, ik ervaar het echt als een spel. Ik ben dubbel zo oud als de oudste van de groep en met de leeftijd ben je uiteraard iets beredeneerder en neem je minder risico's. Dus ik geef eigenlijk de andere kandidaten meer kans om dat spel te winnen dan aan mezelf. Wel zoiets van, als een ander dat kan, dan moet ik dat ook kunnen. Maar het is zeker dat ik het ook wel durf doen. Ik denk dat de mensen zoiets hebben van, Sophie die heeft heel veel schikken in dat dan niet ter schoppen. En dat ik daardoor juist zoiets heb van, ik zal bewijzen dat ik het wel kan. Avontuurlijk. In mijn vriendenkring sta ik ook wel bekend als iemand die af en toe wel eens een risico durft te nemen. Het spannende op dit moment, dus ik weet nog niks van de proef, ik weet absoluut niet waarom te wachten staan, is het feit dat eigenlijk mijn verbeelding op dit moment mijn grootste vijand is. Dus ik probeer opzettelijk niet te veel na te denken over mijn ongeluk.
geen probleem eigenlijk om toe te geven dat ik in wezen een broedscheiter zou zijn. Meedoen aan het programma is eerlijk, dat draait in tegen alle principes van Gerrit de Kok, omdat ik doe dingen waarvan ik zelf meestal heel bewust ben en gezien ik absoluut niet weet. Het is eerlijk dat het programma dat eigenlijk absoluut niet past in de rijtje van Gerrit de Kok. Argentinië en meer bepaald in Buenos Aires. En in Buenos Aires woont meer dan 1/3 van de Argentijnse bevolking. En dat zijn er dan ook nog eens meer dan 10 miljoen. En om 10 miljoen mensen te huisvesten heb je natuurlijk heel veel hoogbouw nodig. En hoe hoog, dat zien jullie nu. Vanaf het moment dat eigenlijk de kap al van mijn hoofd tegen had ik zoiets van gezicht, ja. Ik keek direct naar boven, tot een hoog gebouw. Even uitleggen wat jullie moeten gaan doen. Jullie moeten via die twee touwen van het ene gebouw naar het andere gebouw. En ik kan jullie wel vertellen dat die touwen niet echt heel strak gespannen staan, dus dat wordt voor jullie een balanceeroefening. Maar dat is nog niet alles. Aan het onderste touw zien jullie die vijf vlaggetjes hangen. Die moet je losmaken en die moet je ook meebrengen naar de andere kant. Dat is heel belangrijk. En ook belangrijk om weten is dat maar de helft van jullie mee kan naar de volgende test. Gerrit, de helft, dat zijn er 3. Goed, Gerrit. Dankjewel. Dus de tijd is belangrijk. En wanneer start jullie tijd? Als jullie de beide voeten op het touw hebben aan de ene kant. En als jullie aan de andere kant, op het andere gebouw, ook de beide voeten op de rand van dat gebouw hebben. Wie het niet aandurft, die gaat naar huis. Wie er afvalt, die gaat ook naar huis. Alleen de 3 snelsten, die gaan naar de volgende test. En de eerste die moet gaan, is Josie. Ga maar. Van beneden zag het er nog allemaal heel goed uit, maar eens dat ik dan boven kom, ja, dan zag ik het echt niet meer te zien. Oh, de eerste reactie dat ik had van zo in te schatten hoe hoog dat het juist is. En het was enorm hoog. Oh, ik zit dus gewoon van die hoogte. Dat is echt mijn grootste angst. Wel, op het moment dat ik daar van boven stond, had ik echt een enorm gevoel van angst. Ik denk ook dat ik ook een beetje ben beginnen te panikeren. En ik stond echt te bieberen op mijn benen van de schrik. Ja, wel.
Dat is echt die gewicht in, denk ik. Zo één voet op die koorden eigenlijk en ik voel dat gewoon direct bewegen en toen heb ik wel nog eens de fout afgemaakt van naar beneden te kijken en dan zag ik het echt totaal niet meer zitten. Oh. Nee, ik durf het niet. Ik ook. Maar ik heb niet het gevoel van dat ik gefaald heb of zo. Ik heb uiteindelijk de eerste koers niet gehaald. Maar ja, dat weet je natuurlijk op voorhand. Dat zijn winners en verliezers. Ik ben niet de verliezer. Sophie durft niet. Zij is naar huis. Maar ik ben benieuwd of de volgende durft. De volgende is... Gerrit! Ik kan het kunnen weten, hè. Door het feit dat Sophie niet durfde, maakt eigenlijk dat mijn tweede plaats eigenlijk ook de eerste werd. Dus ik had wel zoiets van, ik moet hier toch wel iets doen. Ik kan toch niet langs de kant blijven staan en zeggen van, ja, kom volgend jaar wel eens terug en probeer dan eens opnieuw. Dus een druk was er plots wel van, ik moet wel presteren. Dan durven we denk je te beginnen? Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat wel. Denk je? Dat moet zeker proberen. Ja. Nee. Ik ben bang niet, denk je? Ja. Ja, dat is niet zelf gekocht, hè. Allee, hè. Zullen wij maar beginnen, hè. Dan heb ik een keuze. Dat is wel even denken, zo. Van, zou ik dat wel doen? Is dat wel verstandig om dat te doen? Ja, is dat. Om te drukken? Ja, en dan is dat. Ja. Kom maar, Gerrit. Dat vlagje kreeg ik niet los gewoon. En eigenlijk had ik daar misschien gewoon heel erg aan moeten trekken, maar op dat moment kwam dat absoluut niet mee op. Ik heb weer kracht hier. Ah. Hij gaat vallen. Ja, het is gedaan, hoor. Maar dan hangt er natuurlijk iets midden tussen die twee gebouwen. En dan moet je eigenlijk nog durven weer loslaten. Meestal ben ik wel iemand die lang twijfelt en ik ben dan wel content dat ik vandaag gewoon vrij snel in mijn ogen die stap heb gezet op dat zou. Misschien moet ik dat in de toekomst wel meer doen. Gewoon sneller dingen durven doen.
Gerrit heeft het wel geprobeerd, maar heeft het niet gehaald. Gerrit is naar huis. En of de volgende het gaat halen, dat weet ik nog niet. En dat is... Nina. Kom op, meid. Kom aan, Nina. Op de rand van het gebouw en ik heb zoiets van, ik zie het nu geen van in, ik ben gewoon bang, ik ben doodsbang. Had Nina ook niet een heel klein beetje hoofdstress, zo een heel klein beetje? Was er niet gerust in, denk ik toch wel. Was er niet gerust in. Ja, ik ook niet hoor. Hoe meer dat hij begint te zutten en hoe... Ja. Ah ja, maar dat is in het midden zal dat echt het ergste zijn waarschijnlijk. Ja. Het is op een bepaald moment een persoonlijke kwestie geworden tussen mij en die vlaggen. Ik heb iets zoiets van... Ik heb die knoopjes ook helemaal niet losgemaakt, die gewoon losgerukt. Kom hier, ja. Kom aan, even die gaan we even een kracht proberen. Dus probeer maar goed weg te zetten. Ja, maar nu is het aan het hangen, ze gaan hangen. Ze gaan hangen. Ze zijn nu aan het roepen? Ja, ze zijn aan het roepen. Ja, dat. Ik heb zeker mijn eigen angst overwonnen toen ik zeker drie keer heb gezegd, durf niet, dat is waanzin, ik doe dit gewoon niet. En dan toch tegen Willem Banken aan begonnen. Dat was belangrijk voor mij. En ik had ook even zo een momentje, voor die eerste 5 meter, dat ik dacht van, ah wel, de man, je doet het toch maar. Dus dat is voor mezelf heb ik een beetje gewonnen. Moeilijk. Dus het is echt niet als een mislukking. Ik ben echt wel een bankschijter gekomen in het bedrijf. Ik vind het uiteraard heel spijtig dat ik morgen niet meer mag meedoen, maar het is van elke toekomst, wat je nooit niet zo snel leven. Maar voor dat gevoel van mij, dat kun je echt met niks vergelijken. Nina is iets verder geraakt dan Gerrit, maar heeft wel moeten lossen en Nina is naar huis. Ik ben benieuwd hoe ver de volgende gaat geraken. En dat is... Slot? Oké. Kom aan, Slot. Op zich dacht ik, dat zou wel moeten lukken. Maar dan zie je die drie eerste kandidaten die dat niet lukken. En dan krijg je dat gevoel, het zal toch wel moeilijker zijn dan dat ik dacht. En dan begin je inderdaad te twijfelen van, kan dat nu wel eigenlijk? Want dat zou wel eens veel moeilijker kunnen zijn dan dat ik mij had ingebeeld. En dat bleek dus ook zo te zijn. Ja. Kom aan, toch wel. Volk op slot, kom aan.
En dan kwamen windstoten. En je hebt dat gevoel, je hebt geen controle op de zaken. En je hebt minder evenwicht ook. Dat vind ik eigenlijk beangstigend, ja. Nu is dat niet van ons, hè? Ik ben een beetje fier op mezelf. Niet dat het een bijzondere prestatie is natuurlijk, maar ik vind dat wel tof dat het me gelukt is. Had het niet gelukt, was ik even content geweest. Daar gaat het hem niet over. Het is het spel. Maar het geeft een zekere voldoening. Goed gedaan, Floor. Oké. Ja, Floor heeft het gedaan, hè. En ook nog perfect uitgevoerd. De volgende die moet gaan. Tanja! Kom maar, Tanja. Dus het enige wat ik, waar ik aan dacht was van, hopelijk vind ik die balans. En hopelijk, als ik het vlaggetje moet nemen, val ik er niet af. Benieuwd of dat Tanja het gaat halen. Ons oorsprong, madame. Ja, maar dus dat heeft eigenlijk... Dus de schrik zal ze niet hebben om er genoeg te staan. Nee, maar het is blijven. Het zijn totaal andere bewegingen. Ze kunnen blijven staan. Dat zijn dingen die zij ook niet kenden. Dat had ik ook. Ja, die komt niet klapper of wat? Ja, ik denk dat hij meer speling geeft, omdat hij minder van de kanten... Oh, 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 oh.
dat laatste bandje was echt van... Ja, kom wachten, want het komt hier los. En dat, ja, dat was lastig. Die vlaggetjes nemen en je hangt daar zo. Oh, lekker vlag. Dat is het. Heren, Tanja heeft het gehaald. Zeer goed. Gunther, je bent automatisch de volgende, maar voor jou is het belangrijk. Tijd speelt geen rol meer, maar je moet wel de overkant halen en je moet er 5 vlaggetjes bij hebben. Ga maar. Doe dit wat, zet hem op. De eerste 2 stappen waren verschrikkelijk, vond ik. Omdat je sowieso voor het eerst geconfronteerd wordt echt effectief met die diepte. Zie je, ik kan er ook niet goed aan, hè? Dat is niet simpel, hè? Die had nu al moeite, in het midden is dat moeilijker, hè? Ja. Hij staat er wat te zwalken nu. Die koord was nogal vrij onstabiel en eigenlijk vrij los. Dus dat was niet echt strak gespannen, dus je pakt je eerste stappen en je voelt die koord pakken. Dan had ik zoiets van wow. En dan ineens die confrontatie met die gipsen had ik een beetje schrik, denk ik. Ja, toch wel. Problemen met de middelste vlag. Ik kon er niet echt goed aan. Ik moest me echt helemaal uitstrekken. Ik moest volledig bijna door mijn knieën gaan. Omdat ik er gewoon niet aankom en zo was een paar keer rond de touw gewikkeld. Man, ik zeg, ik vond het heel prettig om te doen, maar ik was in God nog echt wel blij dat ik op dat andere gebouw stond. Goed, Gunther. Nee, klopt. Is dat nog? Sorry. Gunther heeft het gehaald. En dat wil zeggen dat jullie 3 meegaan naar de volgende test. Zelf zeker niet de sterkste kandidaat. Tanja en Gunther zijn zeer sterk. Tanja wil de overwinning en is zeer enthousiast. En Gunther is de man die
laat maar komen. Het zal wel lukken. Wat niet wil zeggen dat ik mij zal laten doen, hè. Integendeel. Zo zit ik niet in elkaar. Ik zal er ook voor gaan. Ik vloog het echt mij enorm verrast gisteren. Omdat hij echt zo rustig blijft. En dan Tanja, ja. Ik denk dat zij het minste schrik heeft van een hond. Maar voorlopig heb ik zoiets van, alles mag gebeuren, elke proef mag er zijn. Ik denk dat ik alles zal meedoen. Alleen voor de eetproef denk ik dat ik misschien wel zal afhaken. Ik wil echt iets met dieren doen, omdat het toch ook wel beangstigend is. En ik denk dat ik daar ook wel mezelf kan overzetten. Maar als het een eetproef is, dan denk ik dat het voor ons alle drie echt heel moeilijk gaat zijn. Zijn het actieve proeven, dan weet ik dat Gunter en Flor er ook voor zullen gaan. Kappen maar af. Gunter, Tanja, Flor. De tweede test. Een zeer gevreesde test. En jullie gaan in het ruim van dit schip een duel moeten aangaan met dit. Jullie gaan doen. Jullie gaan meer dan oog in oog komen te staan met deze slangen. Jullie gaan namelijk twee slangen met het hoofd in de mond moeten steken. Ja, ik had zoiets van, kom aan, natuurlijk niet wat je alle dagen doet. En dat kan natuurlijk wel, alleen bedoel, die kunnen wel bijten. Het is en blijft een dief, het blijft altijd wel een onvoorspelbaar ding, waarmee we echt rekening mee houden met die onvoorspelbaarheid. Van het moment dat er twee slangen in de mond zijn, moet je de handen loslaten. En de slangen 30 seconden lang daarin houden. Houd de mond goed dicht. Want twee slangen in je mond, je weet nooit of ze gaan vechten. Ja, en dan denk ik... Ik heb nog nooit geen slang gehad, nog nooit aangeraakt, nog nooit in de hand gehad. En dan moet je die in één keer pakken en dan nog met twee tegelijk in je mond steken. Die het niet aandurft, die gaat naar huis. Wie de slangen voor de 30 seconden om zijn uit de mond neemt, die gaat ook naar huis. Diegenen die deze proef perfect uitvoeren, die gaan naar de finale. En de eerste die het moet doen, is Tanja. Manel. Ga er maar bij staan. Je kan het langs daar openmaken. Twee slangen. Met kop. Met de kop in de mond. Ja? Doe het maar open. Ja, daaraan beginnen was moeilijk, want... dat waren echt van die smalle, venijnige slangen, zo die wat wel een beetje een eng gevoel gaf, was dat de slangen, ze hadden er gewoon echt geen goesting in, hè. Echt geen zin in, ze werkten echt totaal tegen. Ze werkten wel niet mee, hè. Eén voor één, niet samen. Eén voor één is belangrijk. Dus één erin en dan de ander erbij. Ja, je kan ze met twee vastnemen in elke hand één als je wil. Dat is handig. Kom maar met Tanja. Kom maar.
Ik drink jou de nek niet om, hè. Ja, maar ik kan niet met de paard. Het gaat me nooit niet lukken als hij nu al zo tegenvallen. En dan had ik hier mijn handen vast en die begonnen zich te wurgen rond mijn arm. En ik had iets van, wat is dit allemaal zo? En ik kon er echt niet meer aan uit. Ik had iets van, hoe moet ik dit nu aanpakken om die in mijn mond te krijgen? Hoestzever tot de neus en ongemak gepaard met een fikse verkoudheid. Het houdt je de hele nacht wakker. Witte Kerken, dinsdag en donderdag bij VTM. Dan gaat de tijd pas zitten. Ik kan hier daar niet in houden. En handen los. Handen los. Wacht, wacht. 30 seconden starten. Ik zag mezelf al staan met die twee spangen in mijn mond en daarom dat ik even de slappe lach kreeg. Ik had iets van, ik zie mezelf hier al staan, zo. Oh, zo, allee, wie steekt er nu in godsnaam twee slangen in zijn mond? Ik zit er bijna. 4 seconden. Ik zit er bijna. 5 seconden. 4, 3, 2, 1. Zet ze maar terug. Hey. Goed gedaan, Thaï. Ik kom er al wachten. Ja, je vindt dat grappig. Het was eigenlijk niet simpel. Niet simpel. Maar dan maak je het allemaal een beetje ja, grappig. Zo, dat gestukkel, dat misschien de zenuwen, ja, en de ja. Het is wel een proef die mij gaat nabrijven. Thaïa, ga er maar even terug tussen staan. Dat zijn koppige slangen. Eén ding is duidelijk, je hebt het gedaan. Perfect. Jij gaat al zeker door naar de finale. De volgende die het moet proberen. Gunther. Ik wist ook niet dat ze gingen reageren. Je weet dat niet. Dus ik heb echt gewoon gezegd van klik. Kom maar, ik doe dat, ik ga naar die doos, ik pak die eruit en... van mij die begon zo te stiffen. En ik zo, ik had zoiets van, op erin. Dus eigenlijk gewoon niet nagedacht en gewoon die dingen gepakt en gewoon erin gestoken en dan hopen dat ze blijven in de mond. Handen direct los als ze erin zitten en hop. Tijd loopt. Blijft
het is geen comfortabel gevoel, hè, met zo'n twee van die slangen in je mond, 30 seconden te wachten. De finale voor. Kom aan, maar. De druk ligt nu bij jou. Ga je mee of ga je niet mee? Je moet het wel doen als je wil meegaan naar de finale. Ja? Ja, maar. Eigenlijk, het meeste schrik voor ons dat die zouden beginnen met elkaar te spelen als die in de mond zaten, of dat die met hun tong zo zou beginnen kriebelen. Ja. Kom aan, Flor. Volhouden, hè. Even goed volhouden. Nee, ik had gezien dat zij dat dus tussen hun lippen geperst hadden en dat vond ik maar niks. Zeg, ga. Beiden en dan. En die zijn stilgebleven. Waarom, dat weet ik niet. Ik heb echt helemaal een mind. Die hebben uit harten zullen maar toestaan zijn. Ik weet het niet. Vijf seconden. Vier. Drie. Twee. Één. Zet ze maar terug. Oké. Goeie Flor. Proficiat, hoor. Maar het is een overwinning, toch? Het is een overwinning. Ik geef dat eerlijk toe. Ik wil zeggen dat ik nu echt op mijn gemak was om dat te doen. Dat was het niet. Jullie hebben alle drie deze proef perfect uitgevoerd. Jullie gaan alle drie naar de finale. En dan weten we wie van jullie de winnaar wordt van deze aflevering van Perfect. Tanja graag zou winnen. Ze weet dat ze zo de naam heeft van de straffe madame, van degene die alles durft, die alles doet. Dus ik denk dat ze dat echt wil versterken door toch wel hier die vier factors proberen te winnen. Ik wil wel graag naar huis komen en zeggen van mannen, ik heb de vier factor gewonnen, dat is leuk. Ik en Gunther hebben wel altijd zenuwachtig gedaan, maar ik denk dat Flor toch het meeste zenuwachtig geweest is binnenin. En als er één van de drie toch zoiets heeft van nee, daar begin ik niet aan, dat het toch wel Flor zou kunnen zijn. Ik denk dat ik de proef ga winnen. Ik schat de andere kandidaten hoger in, maar de drang om te winnen is denk ik te groot. En dan riskeer je een foutje te maken. Maar je kent het, hè? Als twee honden vechten voor een been. Tanja, Gunther, Flor, de finale, de ultieme test. En ik kan jullie één ding vertellen. Dit is de gevaarlijkste stunt die we tot nu toe al in Fear Factor gedaan hebben. Ja, ik had wel even het gevoel van, oei, nu moet ik toch wel echt even bij het gevaar stilstaan. Ik nam de woorden wel serieus, ja. Dat gaf wel even spanning mee. Neem jullie kappen maar af en kijk maar. Oh.
We hebben voor elk van jullie, en die zie je daar al staan, een moto klaarstaan. En wat jullie moeten doen is met die moto van dit gebouw, van deze building afrijden. We staan op een gebouw. Jullie staan bovenop het dak van een gebouw. En ja, die begon dan over, over het feit dat wij op een gebouw stonden. En dat had ik dus echt niet door. Dat, dat wist ik dus niet, dus dat was even zo van, wow, we staan hier gewoon op een gebouw. En hoe gaan jullie dat doen? Je neemt een aanloop, je gaat daar met de moto de ramp op. Op het einde van die ramp hebben we ook nog een glazen plaat waar je doorheen moet. En dan stort je met de moto de diepte in. Belangrijk is snel mogelijk rijden. Wie dat durft, maakt het meeste kans. Want daar waar de moto neerkomt, voor het eerste grond raakt, daar gaan we meten. En wie erin slaagt zijn motor het vet neer te laten komen, dat is de winnaar van deze aflevering van Fear Factor. En wie dit niet aandurft, is een verliezer. De eerste die moet gaan, is Flor. Ah, kom aan. Flor, ga maar. Maar nog één ding. Kijk uit, niet erop. Het eerste stuk van de uitleg was bijzonder aanvaardbaar met de motorrijden. Dat was niet direct het probleem. Maar toen ze zeiden dat met de moto van een redelijke hoogte moest afrijden, eerst nog een stuk omhoog en dan nog door een glazen plaat, dan denk je, dan is het wel spannend, ja. Ik vind dit wel 10 keer gevaarlijker dan de eerste twee absoluut, absoluut, absoluut. Dat is dat glas tegen, je weet het ook niet van, maar... Dat is de enige keer dat ik nog zo stap op gevaarlijk is. Het is absoluut een uitdaging. Oh, ik zou nu niet in deze schoenen willen staan, niet. Als eerste dan. Nee. Deze is echt wel het puntje. Ze hebben weer wat gevonden. Die is nu aan het sterven van de zenuwen, dat kan toch niet anders. Dat kan toch niet, dat, dat van binnen moet allemaal, dat is toch allemaal zo... Een hele koek van stress en zo. Als eerste, dat is altijd zoiets van, ja, je weet, je hebt het nog niet gezien, je weet niet wat het gaat geven, je weet niet hoe of wat. Dus ik denk dat hem daar wel zenuwachtig voor was om te beginnen. Dus de eerste schrik is dan, die komt zo'n beetje terug, omdat het moment van de waarheid dan, dan echt nadert. En omdat je dan aan die, die startstreep staat, het wordt heel stil. En dan krijg je een tik op de rug. En dan moet er voor gaan. Dit is inderdaad een waanzinnig gevoel. Van een gebouw afrijden, ik weet niet hoe hoog het precies is. 20, 30 meter, schat ik, weet het niet. En gewoon in het eilen. Ja, dat is heel raar. Je komt op de helling en dan is er wel even een verschietmoment. Omdat de glazen plaat eigenlijk compleet stuk vliegt door de aanraking met het voorwiel van de motor. En je ziet dus al dat glas rondvliegen, je voelt daar wel iets van. En dan is er die leegte en je weet eigenlijk niet wat dat je ziet.
maar... Ja, wat? Graaf. Ja, dat is een goed woord. Graaf, ja. In elk geval, Slof heeft het perfect uitgevoerd. Belangrijk voor jullie om weten, maar ook voor hem uiteraard, is zijn afstand. Jouw afstand wordt 11 meter en 90 centimeter. Okay. Dus dat wil zeggen dat de volgende beter moet doen, wil je winnen. En de volgende, die moet gaan. Ginter. Ah, damn, why me? My God. Ginter, ga maar. Ja, ik ben wel zenuwachtig. Ik ben blij, ik wou echt iets spectaculair zo. Ja, dat is het. Dat is het minste dat je kunt zeggen. Dat is het minste dat je kunt zeggen dat spectaculair is. Ik moet niet zeggen dat peanuts is. Bovendien is dat geen peanuts. Hè. Dat is, ik moet dat mezelf ook en de andere mensen ook niet wijsmogen zeggen. Ik ga daar eens rap met dat motto en ik ga daar eens afrijden. Dat is allemaal, allemaal flauwekul. Dat is het dus niet. En ik moest dus ook niet zeggen dat het zo was. Je moet gewoon zeggen zoals je het ervaren en gevoeld hebt. Ja, op het moment dat je op die motor gaat zitten, zeg ik, staat er een paar seconden voor de proef op zich. Heb je sowieso dan zo wat meer zenuwen. Ja, zo. Ja, dat was het geschrikken nog. Last van schrikken. Goed gedaan, Jan. Goed gedaan, fantastisch. Goed geloven we net. Nog altijd? Het is nog altijd zo, ik voel mijn pompers wel veel sneller stromen in deze moment. Je hebt de stunt uitgevoerd. Belangrijk om weten is natuurlijk nu de afstand. Flor, jouw afstand was 11 meter 90 centimeter. Gunter, jouw afstand? 8 meter 15. Ah, veel. En dat wil zeggen... Dat jij naar huis moet. Ga maar. Dag. Ik denk dat ze mij vorige week gevraagd hebben van hier is de motto. Jij rijdt van dat gebouw. Dat ik gezegd hebben van hey, no way, weet je wel. Dat doen ik nooit. En hier dan toch, ja, op een of andere manier. Overhaal jezelf en zeg je van, well, oké, waarom niet? En ik vind dat ik eigenlijk ook niet slecht gepresteerd heb. Ah, ik heb toch alles aangedurfd. Ik heb alles echt zo goed mogelijk proberen doen. Dat verdient toch een dikke kus van mijn vriendin als ik daar kom. Dus het gaat nu nog tussen jullie beiden. Tanja, wil jij winnen? Dan moet je verder springen dan voor. Dat is duidelijk. Ga maar. Helemaal alleen. Hier sta ik. Zien wat er van komt. Hè. Ik twijfel er niet aan dat Tanja gaat springen. Dat is op maat gesneden voor haar. Hè. Ze doen niet liever dan van gebouwen naar springen en toren. Dus ze gaat dat zeker doen. En dan zullen we wel zien wat er gebeurt. Hè.
Ik doe aan motorracing, dus ik zit wel af en toe op het circuit te racen aan hoge snelheden. Dus dat was niet, dat was zozeer het probleem. Maar meestal blijf ik echt wel met de banden op de grond staan. Nu was er toch wel een afstand tussen bepaalde hoogte. Dat was wel nieuw. Maar ze zal wel zenuwachtig zijn. Ze was vanmorgen ook al de zenuwachtigste van de drie. Ja. Ik denk het wel. Het is toch nog altijd van een gebouw afrijden met de motor, hè? Ik moet zeggen, en die glazen plaat, die springt dus kapot voor je ogen. Ja, en dan is het te laat natuurlijk, dan kunnen we terug, hè. Heel speciaal, heel speciaal. Ja, het was wel spannend, ja, dat wel. Soms is wel, vond het wel een leuke kick zo. Zeker omdat, weet je hebt geen idee wat er voor jou gebeurt. Dat glas springt kapot. Je ziet bijna niks meer en dan ineens blijf je hangen en zie je voor jou die motor op de grond vallen. Het is wel indrukwekkend. Ze ging, denk ik, zo. Ik denk dat ze sneller ging dan Gunther. Ik kan dat moeilijk vergelijken met mezelf, omdat ik daar geen zicht op heb. Maar ze ging sneller dan Gunther, dus ik denk dat ze gewonnen heeft. Ze heeft dat heel goed gedaan. Heel goed. Ik ben benieuwd. Goed gedaan. Dank u. Ook Tanja heeft de proef perfect uitgevoerd. Perfect. Maar nu. Wie wordt de winnaar van deze aflevering? Jouw afstand 11 meter 9 centimeter. Tanja, jouw afstand 12 meter 85 centimeter. Proficiat. En dat wil zeggen dat jij de winnaar bent van deze aflevering van Fear Factor. Het past wel bij als Walter mij het resultaat vertelde. Ik win graag. Ik ben graag winnaar in vele dingen, in alles. En het gaf mij wel een leuk gevoel. Ik was wel blij. Eigenlijk kwam ik hier om te winnen. Maar aan de andere kant wil dat zeggen, Fos. Oké. Okay. Olympische gedachten. Absoluut. Die behouden. Geen enkel probleem. Bedankt. Bedankt. Tot ziens. Oké. Okay. Voor mij is dat een echt avontuur. Al die dagen die we hier geweest zijn, dat is echt, dat is avontuur. Daarom heb ik ook gezegd dat ik zou meedoen. Trouwens, ik vind, dit is een proef, dat doe je, daar geniet je van. En of die motor 10 of 2 meter verder of korter bijvalt, dat is totaal onbelangrijk. Echt waar. Maar ik ben gelukkig. Echt, het is heel plezant. Als vrouw winnen van twee mannen? Ja, dat is ongelooflijk. Ja, dat geeft een heel goed gevoel. Ja? Kwam je naar hier met het idee van, ik kan van die twee mannen winnen in de finale? Ja, toch wel. Ik weet dat ik een zotte ben en dat ik van heel uitdagende dingen hou. En het was natuurlijk afwachten van de proeven, maar... Toen je die motor zag staan, dacht je van, ik maak even veel kans op. Ja, zeker, ja. Perfect gedaan. Nog een keer perfect. Dank je wel. Ja. Dit was Fear Factor. Tot de volgende keer. Volgende week in Fear Factor. Nou. Oké, hij stopt erop. Dat is niet meer goed, hè?
Vind de Q-vluchteling en win tot 25.000 euro. Vanop de Grote Markt in Brussel presenteert Helmut Lotti Pop Classics en Symphony. Zo dadelijk bij VTM.